deze Hira Singh, die heeft er hedenmiddag de kick-off gegeven van een bewustwordingscampagne. Was het namelijk zo dat een generatie eerder, of twee generaties eerder, voor onze huis zelf schoonmaakte. Nu zit men letterlijk op de overheid te wachten. En men wil terug naar toen, toen wij zelf voor onze erf, onze trensen, onze goten schoonmaakten, onze berm zelf schoonmaakten. Vandaar dat er vandaag in de Sitaweg, de Kwata, de kick-off is gegeven door DC Hira Singh. Zij kreeg gelijk wat klachten mee van de buurtbewoners en na de Sitaweg vervolgde ze haar weg naar de Amanetweg, de volgende straat naar de Sitaweg, waar ook bewoners over dit project op de hoogte gesteld zijn geworden. Dan lijkt het een beetje alsof ik een beetje de druk leg op mensen, maar ik wil dat doen door de mensen bewust te maken dat ze dat zelf zouden moeten doen. Dan willen we het voorbeeld geven waar mensen het reeds doen en waar we dan gezamenlijk kunnen gaan aanpakken om mensen het goede voorbeeld te geven. We hebben besloten om op Kwata te beginnen omdat we een bestuurskantoor hier in een zijstraat hebben. Dus ik dacht, het is misschien mooi om het hier een aanvang te maken. Morgen zijn we in het resort Saramakapolder en woensdag Kwarasang. We willen eigenlijk overal zo'n beetje doen, zodat de mensen, het systeem van binnenuit aangewakkerd wordt. Het was al jaren geleden zo dat mensen het zelf deden. Ik weet nog dat mijn vader het zelf nog steeds doet. Is een onderhoudstrookje, zelf onderhoud, zoals de naam het zegt. Dus het zou goed zijn dat wij dat gezamenlijk laten zien, hoe dat zou moeten gebeuren. Vandaar dus dat stukje bestuursdienst, de RR's die in het veld zijn, die zien hoe de dingen gebeuren. En de burgers zelf van de straat. Zodat we gezamenlijk in het veld gaan, gezamenlijk de onderhoudstroken schoonmaken. En zodoende dan de mensen een beetje bewust maken. Dat is de bedoeling van dit bewustwordingsproject. Wanneer het hard regent, dan gaat het helemaal onder water. En dan komen er slangen. En hier in de buurt zijn er veel kleine kinderen die spelen. Okay. En het is wel gevaarlijk voor die kinderen. Dus waardoor we willen dat het misschien een keertje opgehaald kan worden. Want het jaren is geen vuil opgehaald? Nee, goed opgehaald. Goed opgehaald, ja. Oké. Okay. Uh-huh. Het is helemaal, dus u ziet het zelf, mensen. Dus, nu is het zo dat mensen hun erf onder water gaan. Er is helemaal geen lozing meer. Het is helemaal. Kan u wijzen waarom het onder water gaat? Oh, ja, het kan wel. Zitten die flessen daar? Ziet u die petflessen die in die kleine gootjes zijn? Ja, ja, ja. Daarom loopt het onder water. Al die kokers lopen verstopt. Ze raken verstopt omdat die dingen steeds daarin gegooid worden. En dat is de bedoeling. Dus dat willen we eigenlijk aan de mensen duidelijk maken. Dat ze hun omgeving, mensen, hè? Ja, dus dat ze hun omgeving zelf moeten schoonhouden, zelf moeten onderhouden. Ja. Dan zijn deze grote schoonmaakbeurten niet eens nodig. Ja, dat snap je? Dus zij kan het ministerie, het ministerie van OW die ons te hulp schiet, en het commissariaat, dan zijn we ook wel besparend bezig, kostenbesparend bezig. Want nu moeten we eigenlijk grote voorzieningen treffen, dus overal gaan ophalen, zelfs de kleinste rioleringen gaan schoonmaken. Omdat het niet onderhouden is. Terwijl eigenlijk als de burger zelf, weet je, hun goten onderhoudt, hun berm onderhoudt, dan gaat dit niet ontstaan, dan gaan die verstoppingen niet ontstaan. Vandaar dus dit initiatief. Maar we gaan natuurlijk ons best doen om te kijken hoe we dat achterin kunnen behelpen. Want ik zie dus wel dat het helemaal dicht begroeid is. Dus we gaan even kijken hoe we dat aanpakken. We zijn er wel mee bezig, of het ministerie van OW is bezig ermee. We zitten met weinige middelen, niet alleen financieel, maar ook de machines. Soms hebben we maar één machine die een heel groot gebied, weet je, moet helpen. Dus vandaar dat het een beetje langer duurt. Maar het gaat wel komen. Want ik heb een broertje van 4 jaar en hij is dan over straat in de middag om te spelen en zo. En we klagen elke keer tegen de bio-kantoor hier zo van, er is een steen net in de koker geplaatst waardoor het water niet wegloopt. Dan raakt het goed altijd verstopt. We moeten mensen nemen om het zelf schoon te maken. Maar als ze gaan zeggen, dan zeggen ze ons, ja, doe het zelf. We houden het altijd, onze omgeving altijd schoon. Maar we willen ook dat jullie ook komen meehelpen om die steen misschien eruit weg te halen. Dan is het afgelopen, dan gaat het water dan gewoon blijven stromen. Maar
Ze zeggen altijd, ja, hou je omgeving zelf schoon, hou dan onze omgeving. Maar deze meneer vraagt, is net onze omgeving schoon. Okay. Maar je zegt dat er een steen in de weg is waardoor dat water niet kan wegstromen. Elke keer mijn vader betaalt mensen om het weg te halen, maar het lukt, gaat gewoon niet eruit. Eigenlijk dat we de mensen duidelijk willen maken dat ze hun lozingen moeten schoonmaken. Ja, ik maak het schoon, maar de ander maakt het niet schoon, dat gaat het niet. Daarom zijn we gekomen om die bewustwording te brengen. Ja. Snapt u? Ja. Kijk, de grote kanalen, dat dan begrijp ik dat we machines moeten brengen nu om schoon te maken. Ja. We zijn al begonnen, leidingen zijn al gedaan, een aantal leidingen zijn al gedaan. Sofia's lus een deel is gedaan. Dus we zijn ook bezig om de Squarasang is een deel gedaan, Saramakapolder is een deel gedaan, Quatta is een deel gedaan, dus Sofia's lus valt onder resort Quatta. Ik heb een keer altijd een papier gestuurd, andere dingen heb ik gedaan, maar ze hebben niet gekomen. Nog een keer? Papier had ik gestuurd op 6, of die sociaal weet het, maar die mensen hebben niet gekomen om die dingen te halen. Dus u bedoelt, u heeft al aangegeven toch, dat die kanalen schoongemaakt moeten worden, dat bedoelt u? Een aantal rommel in die erg waren, zo. Moet schoonmaken zijn plat of zo, ijzer. Bedoelt graf vuur? Ja, maar die mensen zijn niet gekomen. Wanneer had u dat gegeven? Nee, ze hebben een papier gestuurd bij Zitawerk, dat ze gaat komen, dat ze zijn niet gekomen. Oké. Wat de RR's doen, is ze doen hun gedeelte. Toch? Ze maken hun plannen, ze sturen het dan voor ons. En wij gaan dan met OW kijken hoe we dan die zaken kunnen aanpakken. Wat we zelf kunnen aanpakken, pakken we zelf aan. En waar we OW nodig hebben, dan vragen we OW om te komen. Dus nu zijn we al bezig met dat gedeelte van wegen en lozingen. Maar dat kan je niet allemaal in één keer doen, toch? We zijn niet zo lang geleden begonnen. Die auto die in die straat zit, kijk in die berm. Dan in de contraire rij auto, die zijkant in die berm. Die auto, die berm moet niet zo veilig zijn die plaats om te rijden. Ja. Maar die auto die zijkant is goed zetten, die andere kant is zo vrij te rijden. Ja, dus u bedoelt ze moeten op de berm kunnen parkeren? Ja, goed, nu zijkant zetten, niet in die straat bedoel ik. Oh, dat bedoelt u? Ja, ja, kijk, maar dat heeft te maken met het gedrag van de mensen, toch? Ja. Dat ze netjes moeten parkeren. Ja, de andere mensen kan niet goed. Die andere auto moet gaan daar rijden, dan gaan ze niet vrij gaan. Ik denk dat alle buurten zo'n beetje last hebben van dit ding, dat mensen gewoon op straat parkeren. Wanneer, vooral als er een bedrijf is ergens, dan komen mensen, klanten of zo en parkeren dan op straat. Maar dat is dan het gedrag van de mens. Wij gaan daaraan niet veel kunnen doen. Wat wij wel vragen is dat de mensen hun bermen onderhouden. Ja, ja. En weet je, zodat het lichter wordt voor ieder. De bedoeling is ook dat alle mensen, alle burgers hun bermen zelf moeten onderhouden. Maar dat gebeurt niet. Dan wordt het te veel, het wordt te zwaar. Alles wordt duurder in die land ook toch? Alles dat is zo. Dat begrijp ik. Wij proberen dan ook deze dingen te verlichten. We proberen dan de mensen te helpen zo. Maar de bedoeling is niet dat we steeds dat blijven doen. De burgers moeten het zelf doen. Ja, maar ze moeten doen, maar de dingen worden duurder. Moet je kopen om te maken. Hoe ga je ze kopen als je die geld niet hebt? Alles is duurder. Als je onderhoudt, kost het geen geld. Ja, maar ik bedoel, maar andere dingen in mijn koker zetten toch? Ja, maar je hoeft niet meteen een koker te zetten. Je moet je lozing gewoon onderhouden. Ik bedoel, maar als je koker zet, dat koker is ook niet. Je bent niet verplicht om een koker te zetten, meneer. Dat bedoel ik. Kijk, daar bijvoorbeeld is er geen koker, toch? Nee. Maar die man onderhoudt zijn dingen niet eens. Nee, daarom trek ik. Begrijpt u? Water gaat niet daar. Ja, dat water gaat niet weg, omdat het niet schoongemaakt wordt. Ik maak het schoon, maar dan maak het niet schoon. Precies, dus daarom willen we het voorbeeld geven van u, waar u heeft schoongemaakt en waar nog schoongemaakt moet worden. Ja. Ik begrijp u. Ja. Deze Hirasing, wat is de bedoeling van deze dag? De bedoeling van deze dag is eigenlijk bewustwording. Dat is kort en krachtig, bewustwording. Bewustwording waarover? Ja, de bewustwording gaat om eigenlijk zelfonderhoud. De bedoeling van het term onderhoudstrook is dat jij je onderhoudstrook zelf moet onderhouden. Je berm, je lozing voor langs je huis of achter je huis. Precies hoe je je erf schoonhoudt, is het de bedoeling dus dat je je berm ook onderhoudt. In principe is het wettelijk ook vastgelegd dat de mensen hun omgeving en hun bermen en hun lozingen zelf moeten onderhouden. Maar we willen de mensen niet met hun neus erop drukken, weet je, van dit zijn de wetten en je zou het zo moeten doen. We willen de mensen erop wijzen door het gezamenlijk met ze te doen. Dit is gewoon een initiatief om eigenlijk ze bewust te maken dat het, hoe het vroeger gebeurde. Vroeger deed iedereen het gewoon zelf. En het lijkt alsof het door de jaren heen een beetje is gaan verwateren. Sommige mensen doen het wel, je ziet het als je langs rijdt, dat ze het mooi hebben gemaakt en zo. Maar anderen doen het helemaal niet. Waardoor het helemaal verstopt raakt. En als ergens bijvoorbeeld einde van de weg een verstopping plaatsvindt, dan kan de rest ook niet weglozen. Ook al heb je ergens in het midden schoongemaakt.
En het wordt dan zwaarder en steeds meer voor de overheid om het te gaan doen. Want dan moet je machines brengen om uiteindelijk een groot onderhoud te gaan doen. Het kost heel veel. Ik heb vorige week nog een onderhoud met minister van OW gehad en hij gaf ook aan. Ik zei hem, minister, ik ga zoiets uitvoeren in mijn bestuursresort. Hij zei, het is een geweldig idee. Laten we kijken of we zo dat mensen bewust kunnen maken. Want het kost te veel geld, ook voor OW, om weet je, die onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Dus vandaar dit initiatief. Niet dat we dit regulier gaan doen, dat is helemaal niet de bedoeling. We willen eigenlijk de mensen laten zien hoe het zou moeten gebeuren. Ja. Ze moeten het zelf doen. Wij willen ze komen wijzen, daarom is de bestuursdienst erbij. Daarom zijn de RR's ook erbij, zodat de mensen zo bewust gemaakt worden. Is dit dan een kick-off? Dit is dan een kick-off, ja. We zijn in Quatta begonnen, omdat er een resortkantoor in de zijstraat van Quatta is. Dus ik dacht, we beginnen in die zijstraat. Morgen zijn we ook in een andere resort en woensdag weer in een andere resort van ons. Om zodoende dan daar de mensen ook bewust te maken. We willen zoveel mogelijk bekendheid geven daaraan, zodat de mensen weer, weet je, die mindshift kunnen maken van hoe was het vroeger? Hoe deden mijn ouders het? Waarom kunnen wij het dan niet doen? Die meneer gaf net aan, ja, we hebben geen geld om machines en al die dingen te kopen, kokers te kopen. Je hoeft dat niet op dit moment gelijk te doen, je hoeft geen kokers te plaatsen. Maar als er gras groeit op je berm, weet je, en je ziet nauwelijks de bloemen door al dat gras, of je lozing raakt verstopt, omdat het neigt dicht te slippen, pak een schop, doe het zelf, dan ga je zien dus dat het wegstroomt. Probeer je omgeving gewoon schoon te houden. Ja. En als u gewoon, u hebt net de Sita-straat gedaan, en de Amanetweg, wat is u opgevallen? Dus in de Sita-weg zie je dus dat er bepaalde burgers zijn die wel actief willen meedoen. De RR-leden waren er al. De bestuursdienst was ook wachtende, zodat ik die startsein kan geven. Je had ook wel een paar actieve burgers in de Sita-weg. Maar je ziet dus dat we nu in een straat gelijk naast Sita-weg zijn. En dat de burgers een beetje passief zijn. Het lijkt alsof ze eigenlijk van ons verwachten dat wij het moeten doen. Terwijl dat niet de bedoeling is. De bedoeling is eigenlijk dat zij het doen. Maar oké, desalniettemin. We willen dus eigenlijk ze bewust maken. En we gaan gewoon door met de bewustwordingscampagne. We gaan gewoon door. Ja, maar wat is jullie opgevallen? Het feit dat men niet onderhoudt. Waarvoor zorgt dat? Dus wat ik al aangaf, het zorgt ervoor dus dat sowieso raakt alles overwoekerd. De burgers geven ook aan dat er hierdoor verstoppingen ontstaan. Maar waardoor ontstaan die verstoppingen? Als wij dus met een haak of met een hark in die goot gaan, in die kleine lozing, dan zie je dat er heel veel petflessen erin zijn gegooid. Dus dat geeft al aan dat er misschien, en je ziet aan de hand van wat je weghaalt, dat het er heel lang erin zit. Dus dat wil zeggen dat het gewoon al heel lang niet is schoongemaakt door de burgers zelf. Ik wil geen vingerwijzing doen hoor. Ik wil gewoon alleen dat de mensen weer teruggaan. Van weet je, die precies wat ik zeg, dus die bewustwording. We moeten het zelf doen. Ja. Ja. En u denkt hiermee dat het als een lopend vuurtje zal gaan, dat het bij de mensen zal gaan klikken en zeggen van ja, dit dien ik zelf te doen? Ja, dus ik denk dat ik hoop althans dat het een goede impact zal hebben. Ook omdat het wettelijk ook zo hoort. Dus ze zouden het moeten doen. Wettelijk. Mm-hmm. Maar ik denk dat je hiermee ook wel de mensen een gevoel geeft van, weet je, een beetje een soort schuldgevoelens van hey, eigenlijk moet ik het werkelijk zelf doen. Ik woon hier. Ja. Ik parkeer mijn auto zelf soms op de berm als ik haast heb of iets dergelijks. Of als ik mensen krijg, parkeren de mensen op mijn berm. Dus dat wil ik eigenlijk ermee creëren. Ik hoorde daarnet van dezelfde buurtbewoner dat parkeren op zo'n smalle weg vaak genoeg ook voor problemen zorgt. Ja, klopt. En asociaal, dus dat men heel asociaal parkeert. Klopt, dus soms heb je dus dat in de kleinste straten wel ondernemers wonen. Het hoeven niet alleen ondernemers te zijn hoor. Het kan ook gewoon een bezoeker zijn die even langskomt bij je en gewoon pal op straat parkeert. Niet eens de moeite neemt om op de berm te parkeren. Maar ik bedoel, hou rekening, mensen moeten langs rijden. En ik heb dus toen aangegeven, kijk, als die berm schoongemaakt is, dan gaan die mensen zelf daar parkeren. Dan gaan ze niet op straat parkeren. Dus dat geeft ook eigenlijk een soort hindernis, zeg maar, dat je dan niet netjes parkeert. En ik hoorde u ook zeggen dat dit een schoon voorbeeld is, dat mensen gewoon op de openbare weg vaak genoeg hun auto rakken laten. Ja, dus ik gaf dat ook aan net, want er kwam ook een klacht binnen dat er een auto gewoon hier staat. Voor ons is dan het probleem ook bij dit soort gevallen en ook bij openstaande percelen, om die eigenaren te gaan achterhalen, want je moet de aanmaning sturen, je moet die meneer zeggen van hey, haal je auto weg. Ja. En als we het zelf weghalen, dan komen de kosten ten laste van u. Maar aan wie schrijf je het?
Want de mensen kunnen we soms gewoon niet vinden. En dan is het weer een kosten voor de staat. Maar dan moeten wij het opruimen. Stel dat een machine moet komen, dan gaan wij het moeten verwijderen. Dus samenvattend, DC, wat wilt u dus van hieruit, nu de kick-off is gegeven, wat wilt u niet alleen aan de bewoners van Quarta en omgeving, maar in feite alle Surinamers van hieruit meegeven? Eigenlijk is het kort en krachtig. Hou uw omgeving schoon. Als u ergens woont en u wilt prettig wonen, veilig wonen, mensen geven aan dat er allerlei slangen en allerlei ongedierte op u. Je kan niet eens, uw kinderen kunnen niet eens op straat spelen. Doe het gezamenlijk met de buurt. Maak je omgeving gewoon schoon. En dan is het leuker voor u, prettiger wonen voor u.